Mijn naam is Paul Ruys, geboren en getogen in Groet. En momenteel heb ik twee belangrijke taken. Enerzijds ben ik voorzitter hier van de plaatselijke dorpsvereniging Groet. En ik ben voorzitter van de voetbalvereniging Duin Rond Is. Vorig jaar was een min of meer dramatisch jaar natuurlijk wat de dorpsvereniging betreft. Alle evenementen die wij normaal gesproken op ons lijstje hebben staan, hebben we helaas terecht overigens allemaal moeten afblazen. Dus het was qua dorpsvereniging eigenlijk een beetje een somber jaar. Ik ben Johan Mekke, bewoner van Kamperduin. Het afgelopen jaar voor de bewoners Kamperduin was best zwaar. Zoals iedereen, veel beperkingen. Er wonen ook relatief veel ouderen. Die zoeken naar een stukje steun van elkaar. Gelukkig zitten we wel in een mooie omgeving met ruimte om ons heen. De mooie duinen, de zee, de polder. Dus ja, daar kunnen we ook wel weer van genieten. Afgelopen periodes, tijdens de lockdown, zag je dat ook mensen naar de natuur gingen. Om juist ook die ruimte te vinden. Maar dat gaf ook juist veel drukte inderdaad. Hè. Op mooie dagen, eerder was het soms in het weekend vooral. Nu is het eigenlijk gewoon, elke mooie weerdag is het hier gewoon druk. Mijn wens voor het nieuwe jaar is in ieder geval dat we coronavrij zijn wereldwijd. Dat is de belangrijkste wens denk ik voor ons allemaal. En dat we in gezondheid dit jaar ingaan. En ik hoop dat wij als dorpsvereniging al onze evenementen die wij vorig jaar hebben moeten afblazen, dat we allemaal weer kunnen oppakken. En daarnaast voor dit jaar heb ik zelf ook op het programma staan. Daar zijn we achter de schermen al mee bezig om te kijken naar een renovatie van ons kleedkamergebouw. En wat de voetbal betreft zijn we nu zover dat de nieuwbouw nagenoeg opgeleverd kan worden. Die is bijna klaar. De dames zijn hem aan het schoonmaken. Nou, dat wil wel zeggen, dan is de aannemer er al uit en alle andere klusmensen. Dus de inrichting vindt momenteel plaats. Hij gaat open zodra er weer gevoetbald kan worden. Wat ik wens in 2021 is dat mensen hier meer ongedwongen kunnen genieten van wat ze hier in Kamperduin te bieden hebben. En dat ze ook nog steeds blijven komen om inderdaad de kwaliteiten die we hier hebben, met respect voor de natuur. In Kamperduin, we zeggen hier stoer, sterk en sober. Dat wordt gewaardeerd in Kamperduin. Nou ja, dat hopen we nog steeds hier te kunnen hebben, ook in 2021. Zin in 2021? Ja, geweldig veel zin in. In ieder geval primair natuurlijk dat de maatregelen weer een beetje tot het verleden behoren. Want dat geeft ons ook weer heel veel spirit wat dat betreft. En ik hoop ook dat we ook in 2021 een kleine locatie hier in Groet-Tinken, dat we daar sociale woningbouw kunnen gaan realiseren. Er wordt al enkele jaren over gesproken. Maar ik vind dat het nou de tijd van woorden voorbij is. Het moeten nu daden worden. Ik heb zelf ook wel zin in 2021, ook met mijn kinderen die hopelijk zo direct ook weer naar school kunnen gaan. Ik heb zelf ook nieuwe plannen, daar heb ik zelf ook weer zin in. Ik heb een kleine mini boerencamping, daar ga ik zelf wat meer mee aan de slag. Dus dat heb ik ook weer zin in, om ook die mensen daar weer een mooie plek te bieden en Kamperduin te leren kennen.